Vandaag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat COVID-19 het eerste dodelijk slachtoffer op ons grondgebied heeft gemaakt. Via deze weg wil ik de familie en tegelijkertijd de gehele Surinaamse gemeenschap condoleren met dit verlies. Eén van de 10 COVID-19 positieve patiënten verkeerde vanaf zijn opname op 24 maart 2020 in een heel zorgelijke situatie. De patiënt werd behandeld aan de beademingsmachine en met medicatie via de bloedbaan. Met alle ter dienst staande middelen en medicatie is getracht hem in leven te houden. Er was continu overleg tussen alle intensiefcare doktoren in Suriname en experts uit het buitenland. Echter is de patiënt, ondanks de maximale beschikbare therapie, 2 april 2020 acuut verslechterd en is op 3 april 2020 komen te overlijden. De familie is continu over de toestand van de patiënt geïnformeerd en zijn echtgenote was aanwezig op de intensive care bij het overlijden. Namens de regering wensen wij de echtgenoten en familie heel veel sterkte toe in deze voor hun moeilijke tijden. Inmiddels weet u al dat de overige patiënten in stabiele toestand verkeren. 2 van hen zijn reeds ontslagen uit de intensive care unit van het Sint Vincentius ziekenhuis en zijn op de verpleegafdeling van het Slans Hospitaal. Een derde is ontslagen en zit in thuisquarantaine nu. Wij willen wederom benadrukken dat ouderen, mensen met chronische ziekten, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, longaandoeningen, een groter risico lopen om ernstige complicaties te ondervinden, mochten zij COVID-19 krijgen. De COVID-19 crisis in ons land is echt nog lang niet voorbij. We moeten ons voorbereiden op datgene wat ons nog te wachten staat. Wees u alsjeblieft voorzichtig. Laat u niet besmetten. Neem uw voorzorgsmaatregelen om deze verraderlijke ziekte buiten uw huis te houden in acht. Luistert u naar de instructies zoals die gegeven worden door ons COVID-19 team. God behoede ons allen voor het kwaad welke zich nu over de wereld dwaalt.